Ja, Lars Veldwijk, twee bronzen schilden. Eén voor topscorer en één voor beste speler van de keukenkampioendivisie. Hoe voelt dat? Ja, het is een leuke erkenning. Ik heb een goede tweede periode gehad waarin ik veel doelpunten heb gemaakt. Alleen, ja, het is toch extra zuur dat we afgelopen vrijdag 2-2 spelen. En eigenlijk de eerste helft onze beste helft van het seizoen spelen. En in de tweede helft de wedstrijd weer zo omdraait. Heel eerlijk, ik ben ook geen speler die allemaal acties alleen maakt. Dus ik moet het sowieso hebben van mijn teamgenoten en van de jongens om me heen. Dus daarom ben ik ze ook heel dankbaar dat ik deze prijs heb mogen ontvangen. Alleen ja, ik kijk ook zeker naar het team. Wie is wat jou betreft de grote aangever geweest van die tweede periode? Aan wie kun je deze prijs zeg maar een beetje opdragen? Opdragen? Nee, sowieso het hele elftal. Maar ja, iedereen, ja, Mo Rai, die heeft veel assisten gegeven. Maar uiteindelijk doen we het gewoon met de hele ploeg. Ja, 17 goals heb je gemaakt, een bizar aantal. Hoe verklaar je dat ongelooflijk aantal doelpunten? Ja, en dan ga ik ook weer heel kritisch zijn. Ik heb eigenlijk ook nog heel veel kansen gemist. En ja, normaal gesproken gebeurt me dat ook wat minder. Dus ik vind dat er eigenlijk nog wel meer goals bij hadden gemogen. En wat was van die 17 goals de allermooiste? Ik denk die van vorige week uit tegen Cambuur. Ja, ook een hele belangrijke net voor rust, de 2-2. Ja, was een goede actie en die schoot ik lekker binnen. Ik ben ook nog wel benieuwd, je hebt vorig jaar natuurlijk voor FC Groningen in de Eredivisie gespeeld. Wat vind je nou van het niveau van de Eerste Divisie? Ik denk dat het niveau veel hoger ligt, zeker dan een paar jaar geleden. Ja, toen speelde ik in de Jupiler League. Ja, als je ziet welke clubs er nu in de keukenkampioendivisie spelen en ja, je ziet ook hoe het bovenin, dat iedereen eigenlijk dicht bij elkaar staat en iedereen kan van iedereen winnen. Waar Den Bosch nu natuurlijk heel goed doet en die er ook nog eens bij is gekomen. Ja, vind ik het niveau zeker veel hoger dan een paar jaar geleden. En kun je kampioen worden, denk jij, met dit team? Ik denk dat tot de laatste wedstrijden spannend gaat zijn. Ja, er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen. Het gat is nu 6 punten. Maar ik denk dat iedereen nog wel een dipje gaat meemaken. En, ja, wij hebben nu 3 wedstrijden niet gewonnen. Dat is pijnlijk. Zeker als je kijkt naar de wedstrijden die we hebben gespeeld, daar zeker meer punten bij mogen zijn. Alleen, ja, wat ik zeg, het gat is nog 6 punten. Er zijn nog genoeg wedstrijden. We krijgen iedereen nog. Dus ja, ik denk dat deze selectie goed genoeg is daarvoor.